Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Dit is een extra filmpje over de ghost trap. Deze ghost trap maakte ik een paar weken of maanden geleden op mijn kanaal. En daar heb ik 4 filmpjes van. En die kan je terugkijken natuurlijk. Als je het niet gezien hebt, dan zou ik zeggen, doe dat nog een keertje. Want dat is een aanrader. Nou, ik kan nog even laten zien hoe die werkt. Als ik hem aanzet, dan gaat het programma vanzelf lopen. De luidjes gaan lopen. Hier het displaytje. En het lampje gaat natuurlijk knipperen. Helemaal zoals het hoort. Maar in de film gebruiken ze natuurlijk niet zo'n schakelaartje. Ja, wel om hem aan te zetten. Maar daarna rollen ze hem over de vloer en stampen ze op een voetpedaal. En daarmee activeren ze de functionaliteit. Nou, ik heb geen voetpedaal gemaakt, want dit ding staat bij mij beneden in de Billy boekenkast. En er is geen plaats voor zo'n voetpedaal, want dat is een heel groot, lomp ding. En ook niet echt interessant om te maken, vind ik zelf. Dus heb ik niet gedaan. Maar een kijker vroeg mij via een mailtje of via commentaar op een van de video's, weet ik niet zeker meer. Vroeg hij of het toch niet mogelijk was om ondersteuning in te bouwen voor zo'n voetpedaal. In de software en in de hardware. En dat is eigenlijk erg eenvoudig. Dus ik dacht, laat ik dat gaan doen. En als je dan eventueel dit ding wil bouwen met een voetpedaal, dan weet je in ieder geval dat het mogelijk is. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik zit even op Google om wat mooie plaatjes te zoeken. En ik heb hier een mooi plaatje gevonden van de Ghost Trap met het pedaal. Kijk, hier heb je hem. Je ziet dat het pedaal behoorlijk groot is. Het is bijna net zo groot als de Ghost Trap zelf. En het is wel een leuk ding. Mooi voetpedaal. Ook weer een aluminium plaat is dat. En een leuk doorzichtig relais erop. Wat interessante kabeltjes. En de verbinding met de Ghost Trap wordt gemaakt met een slang. En niet een kabel, maar een slang. En de aansluiting van die slang op de Ghost Trap, die zien we hier. Dat is een soort luchtslang connector. Dus zo'n connectie die je maakt met een compressorslang. Je kan op internet wel artikelen vinden hoe ze zo'n luchtconnector gebruiken om toch een elektrische verbinding te kunnen maken met meerdere pennetjes. Je hebt er natuurlijk minimaal 2 nodig. Nou, de buitenkant is gewoon ground. Dan heb je nog minimaal 1 pennetje nodig om de connectie te maken voor het pedaalschakelaartje. Maar dat vind ik een beetje te ingewikkeld voor nu. Ik ga gewoon gebruik maken van een connector. Een kabelconnector. Dus we gaan even naar Tinytronics. Bijvoorbeeld. En dan zoeken we naar een mooie connector. En ik weet uit ervaring dat de GX12 een mooie connector is. Die heb ik ook gebruikt voor mijn controller van mijn X-Carve. En je hebt 2 uitvoeringen. Deze is van kabel naar kabel. En wat je hier ziet, dat is van een kabel naar een chassisdeel. En die willen wij natuurlijk. Dus dat kleine chassisdeel, dat bouw je in een kastje. En dat grotere ding, dat soldeer je aan een kabel. Kijk, bij deze bijvoorbeeld heb je dus aan beide kanten een kabel. En dit zijn een soort DIN-connectors, zo zien ze er een beetje uit. Alleen je kan ze met die kraag kan je ze aan elkaar schroeven. Dat is erg handig, dan kunnen ze niet meer los. Dan kan je ze niet per ongeluk lostrekken. En ik denk dat ik moet gaan voor de vierpolige, eigenlijk deze. Dus hier een chassis en een kabeldeel. En dat kleine chassisdeeltje dat steekt dus zometeen uit onze Ghost Trap. En die kabel, ja, die zit natuurlijk aan het voetpedaal vast. Ik denk dat ik deze ga bestellen. Hoewel, 2 tot 4 weken, dat is niet optimaal. We zien wel hoe snel het gaat. Ja, kijk eens, daar is die. Dat ging toch erg snel nog. Viel mee. Ik heb dus gekozen voor een connector met meerdere pennetjes. En dat heb ik met een reden gedaan. Want je ziet online wel van die mooie connectors die ze hebben omgebouwd. Met een extra elektrisch pinnetje erin. Zodat ze een elektrische verbinding kunnen maken met zo'n luchtslangconnector. Erg knap gedaan, maar het is wel een beetje beperkt. In theorie is 1 verbinding genoeg. Want je hebt de massa, dat is gewoon de ground van de connector, ook van de luchtslang. En dat ene pennetje is je input op je Arduino. En die weet dus wanneer je het schakelaartje indrukt van het voetpedaal. En dan kan de show beginnen.
Maar waarschijnlijk wil je ook wel wat knipperende lampjes op het voetpedaal. Dat relaisje wat erop zit moet misschien eventjes klikken. Dat soort dingetjes. Maar als je dat wil doen, dan zul je dus in dat voetpedaal een extra Arduino moeten opnemen. En een extra accu die je moet opladen om al die dingen aan te sturen. Als je nou meerdere verbindingen hebt in die connector, zoals ik 4 stuks, dan kan ik er eentje gebruiken voor het schakelaartje van het voetpedaal nog steeds. En dan heb ik nog 3 over. Nou, 2 daarvan kan ik bijvoorbeeld gebruiken om neopixels aan te sturen. Dus alle ledjes in het voetpedaal worden neopixels. Allemaal in één grote lus. En met 2 pennetjes kan je die aansturen, namelijk 5 volt en data. Dan heb ik 1 pennetje over nog voor bijvoorbeeld het relaisje te laten klikken. Nou, zoals ik al zei, ik ga het voetpedaal niet helemaal maken, maar ik wilde alleen even de opties uitleggen. Maar in dit geval hoef je dus niet 2 keer software te schrijven. Want alle intelligentie zit nog steeds in de Ghost Trap. Die voetpedaal is slechts een domme accessoire. En die heeft ook geen eigen batterij nodig. Alles komt vanuit de Ghost Trap dankzij die connector. Dus dat is misschien een slimmere keuze. Ik moet hier zometeen achterin een flink gat maken. Dus laat ik eerst eventjes alle elektronica eruit halen uit het kastje. Want dan boor ik niet in mijn elektronica. En dat moet er toch uit. Want ik moet natuurlijk de hardware een beetje aanpassen. Ik moet extra aansluitingen maken op mijn Arduino'tje. Beetje schade. Nou ja. Nu kan ik wat makkelijker bij, denk ik. Kijk, daar hebben we alle elektronica weer. Oké, nu kan ik veilig een gat boren en even die connector installeren. Ja, de connector zit erin. Kijk, hier zit hij. Op zich vind ik het wel een mooi gezicht zo. Het lijkt alleen niet erg op wat we in de film zien. En hij zit een beetje te diep. Want dat plankje hier, dat is 6 mm dik MDF. Dus steekt die connector een beetje te weinig uit. Deze gaat wel op zo, dat lukt wel. En ik kan hem ook nog net aan een beetje vastdraaien. Niet genoeg eigenlijk, want hij zit nou nog steeds half los. Maar het gaat wel werken voor nu. Maar dat is toch een beetje jammer. En zoals ik zei, dit lijkt niet echt op wat we in de film zien. Nu zou ik hem eruit kunnen halen en het iets anders kunnen maken. Het is een kwestie van smaak hoor dit. Kijk, als ik deze eruit haal. Zo, dan zou ik hem ook. Ik zou hem ook zo erin kunnen lijmen. En dan steekt er iets meer uit. Dat is een beetje meer zoals het ook in de film is. Dan steekt er in ieder geval een connector uit. Ook al is het geen luchtslangconnector, het is nog steeds een connector. En als ik hem zo heb, dan... Ja, dan werkt het ook beter. Dan kan ik deze erin stoppen. En dan kan ik hem helemaal vastdraaien. En dat is een beetje meer zoals het hoort eigenlijk. Maar ik vind het persoonlijk niet zo mooi. Als ik hem zo heb. Nou, ik weet niet. Ik vond dat vlakke vond ik toch mooier, denk ik. Ik heb er toch voor gekozen om hem zo te installeren. Zo vlak. Dat vind ik gewoon veel mooier. Ook al is het niet helemaal zoals het in de film eruit zag. Ik had nog wel even overwogen om het toch aan de buitenkant te doen. Om hem dus vanaf de buitenkant erin te lijmen. Omdat het namelijk ook nog heel veel ruimte kost hier in het kastje. Kijk, daar zie je die connector zitten onderin. En dat kost echt wel ruimte. Eerst kon ik dit batterijvakje zo rechtop naar beneden erin steken. Maar nu past dat niet meer. Nu moet ik hem eigenlijk op zijn kant erin stoppen. Dat is een beetje frikken. Maar het past, dus dan vind ik dit toch de mooiste oplossing. Dus ik ga nu deze draden aansluiten op de Arduino, maar we gaan eerst even naar het schema kijken. Ik heb het schema van de vorige filmpjes erbij gepakt.
Dit was het uiteindelijke schema. En dat heb ik uitgebreid met die connectors. Hier zie je ze. De linker, of nee, de rechter, dat is degene die in de box zit. Dus in de ghost trap. En de linker hero, dat is degene die aan het snoer zit van de ghost trap. En ik heb daar ook even de schakelaar getekend. Ik kan even een beetje inzoomen. Zo. Hier zien we dus die schakelaar. En als we die indrukken, dan zal dus de ghost trap moeten afgaan. Laten we eerst even kijken naar de aansluitingen. Ik heb hier dus bovenaan heb ik ground en 5 volt aangesloten op de schakelaar. Om het voetpedaal te kunnen voeden. En de onderste verbindingen, hier die groene, dat is degene voor de schakelaar dus uiteindelijk. En die zit aangesloten op A1. Die zit expres op een analoge ingang aangesloten. En die paarsgrijze, die zit op pootje 13. 13 zit hier aan de overkant. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken voor dat relais. Of zoals ik hier heb gedaan, voor extra neopixels. Kijk, in theorie zou je ook de huidige neopixelkring kunnen uitbreiden. Hier op D8 hebben we ook neopixels zitten. En als we dus, hier, dit is de laatste cirkel. Als we daar het signaal uitnemen en dat voeren aan onze connector, dan hebben we één lange string neopixels. Dat kan ook werken. Maar ik heb er nu voor gekozen om een aparte keten te installeren. Hier op D13. Nou, hoe gaat het werken? Zoals ik al zei, die groene draad zit op A1. En die kunnen we dus meten wat daar voor spanning op staat. En als ik de schakelaar indruk, dan hangen we die aan ground. En dat kunnen we dus detecteren. En dan weten we van nou, de schakelaar is ingedrukt. Maar ik wil ook graag kunnen werken zonder voetpedaal. Zoals bij die van mij. Die heeft geen voetpedaal, maar de software ondersteunt het zometeen wel. Dus we willen graag weten of het voetpedaal is aangesloten. Dat willen we kunnen detecteren. En dat doen we met deze weerstand, 10K hierdoor. Die weerstand zit tussen die draad op A1 en de 5 volt. Dus als het voetpedaal niet is aangesloten, dan is die groene draad ook nergens op aangesloten. Die zweeft dan gewoon. Nou, dan kunnen we meten wat daarvoor een spanning op staat. En ja, hij zit niet keihard aan ground en ook niet aan 5 volt. Hij zweeft een beetje, dus daar zou je best wel eens een halve volt op kunnen meten of zo. Misschien wel een keertje 1 volt. Het is allemaal rommel. Het zijn meetfouten eigenlijk, want hij is nergens op aangesloten. Hij zweeft gewoon. Maar zodra we dus het voetpedaal indrukken, dan is die met een 10K weerstand is die verbonden met 5 volt. En dan zul je dus hier keihard 5 volt meten. Dus bij het opstarten van de ghost trap meten we even pootje A1. Als we daar nou meer meten als 4,5 volt, dan zeggen we, oké, het pedaal is aangesloten en we wachten nu tot iemand het pedaal indrukt. Meten we bij het opstarten nou minder als 4,5 volt, dan zeggen we, nou, er is geen voetpedaal aangesloten en we gaan gelijk beginnen met de deurtjes open en de lichtshow en alles, geluidjes, alles gaat af. Dus dit gaan we aansluiten en dan gaan we de software een beetje aanpassen en kijken of het werkt. Alle elektronica zit weer in het kastje en ik heb alvast de USB-kabel aangesloten voor het programmeren. Hier zien we de connector met die losse draadjes en de voetschakelaar. Nou, die voetschakelaar is aangesloten op de groene draad dus en op die zwarte, dat is de ground. En zoals ik al zei, tussen de 5 volt en die groene draad zit een weerstand van 10K. Die zien we hier. Heb ik er zo even provisorisch tussen gesoldeerd. En die plus en de ground en die datadraad, dat is die paars-witte hier ook, die zouden we kunnen gebruiken om extra neopixels aan te sluiten. Dus bijvoorbeeld losse neopixeltjes of dit ringetje, en die ga ik zo meteen even aansluiten denk ik, puur als demonstratie. En om dus te laten zien hoe je 2 ketens neopixels op 1 Arduino aansluit. Laten we naar het interessante deel gaan kijken, de Arduino software. Dit is de software zoals die nu op mijn website staat. Versie 1.0. En we gaan een nieuwe versie maken. Ik noem hem even 1.5. Nou, dit programma dat begint in de loop. Het gaat eerst door de setup heen. En er staan eerst een heleboel functies. Zoals hier door open en door close. Maar hier ongeveer op 197 begint de loop. En daar zet hij het volume harder en hij begint met geluidseffecten af te spelen.
Dan gaan de deurtjes open. Dus eigenlijk in de loop begint het programma gelijk. Dus op dit punt willen we eigenlijk wachten tot iemand die het voetpedaal indrukt. Mits het voetpedaal is aangesloten natuurlijk. Maar dankzij dat slimme weerstandje wat we hebben aangesloten op analog pin 1, A1, is het heel erg eenvoudig nu. While analog read A1, groter dan 1000, delay 10. Dat is alles. Nu zou het in theorie al moeten werken. We zagen net in het schema dat dat weerstandje het pennetje A1 verbindt aan de voedingsspanning. Met een 10k weerstand of zo. Daardoor staat dus, als de situatie in rust is, staat er gewoon 5 volt op pinnetje A1 via die weerstand. Met de functie analog read lezen we de waarde van die spanning op A1. En dat is een 10-bit getal wat je terugkrijgt, want de analoog digitaal converter in Arduino is nou helemaal 10-bit. Dus je krijgt terug 0 voor 0 volt en 1023 voor 5 volt. Dus als het voetpedaal is aangesloten, dan lezen we hier altijd 5 volt. Dus dan gaat dit op. Analog read A1 is groter dan 1000. En dan zitten we hier in een loopje te wachten. Nou, als je dat schakelaartje indrukt, zagen we dat in het schema, dan overbrug je eigenlijk die weerstand. En dan hangt dus A1 opeens aan ground. In dat geval is analog read A1 niet meer groter dan 1000. Die is namelijk 0, of zo goed als 0. En dan gaat hij dus door met de rest van het programma. En het mooie is dus, als het voetpedaal helemaal niet is aangesloten, dan is deze waarde ook niet groter dan 1000. Want dan zweeft pinnetje A1. Dus dan pikt hij misschien een beetje storing op. Maar hij zal echt geen 5 volt registreren. Dus dan gaat dit sowieso niet op. En dan vliegt hij gelijk door. Dus dit zou nu al moeten werken. De kabel is aangesloten. Hier is mijn schakelaartje. Ik heb even iets anders aangesloten. En als ik hem nu aanzet, dan gebeurt er niks, want we hangen nu in de loop hier op dit punt. En we hangen dus constant in delay 10. Maar als ik het schakelaartje indruk, dan werkt het dus. Als ik hem even uitzet en ik verwijder die kabel, kijk, dan zal die dus onmiddellijk moeten gaan doorgaan. Nou, het begint best leuk te werken. Ik vind het alleen nog een beetje te simpel. Even iets anders nog. Ik zei net bij de uitleg dat je met de druk op die knop, die schakelaar indrukt, en dat je dan die weerstand overbrugt. Nou, dat was een beetje een foute woordkeuze. Je overbrugt natuurlijk helemaal niet die weerstand. Die weerstand hangt altijd aan 5 volt en aan pinnetje A1. Hè, via die connector hier, die groene draad, pinnetje A1. Als je de schakelaar indrukt, dan hang je pinnetje A1 rechtstreeks aan de ground. Zie je? Dat is wat er gebeurt. Nou, we hebben nog een paar extra ledjes en die hebben we nodig voor het volgende. Zoals ik al zei, het begint leuk te werken. Het is alleen een beetje te simpel. Ik heb het zo gemaakt dat als de deurtjes dichtgaan en het spook is gevangen, dan komt de trap in een modus terecht waarbij je een paar parameters kan instellen. Je kan aan die potmeter draaien en dan kan je een paar parameters instellen. En op die manier maak ik nog leuk gebruik van dat mooie displaytje. Anders zou het alleen maar een simpele ledbar zijn. Nu is het iets meer. Zonder het voetpedaal moet je dan de GoStrap uitzetten en aanzetten om het programma opnieuw te laten lopen. Maar als we dat voetpedaal hebben, dan zou ik eigenlijk graag nog een keertje met mijn voet willen drukken om dat parametermenu te verlaten en dan weer bovenaan het programma te staan en dan nog een keertje met de voeten drukken om het programma opnieuw te laten lopen. Dus dan heb je wat extra functionaliteit, dat is wel leuk. Maar je moet dan wel weten in welke status de trap zich bevindt. Dus als we het voetpedaal aansluiten, dan staat hij te wachten in de loop. En dan zou ik graag hier bijvoorbeeld een rood ledje willen laten branden. Op het voetpedaal natuurlijk. Als je hem dan indrukt, dan weet ik wel, wordt hij blauw. Gaat de show lopen. Als dan het programma klaar is, dus de deurtjes zijn weer dicht, dan wordt het ledje bijvoorbeeld groen. Druk je er nog een keertje, gaat hij weer bovenaan het programma staan en wordt het ledje weer rood. En dan weet je dus, nu kan ik weer drukken
om de show opnieuw te laten starten. Dus ik ga hier een paar NeoPixels aansluiten en dan gaan we dat ook programmeren. We gaan dus een nieuwe keten NeoPixels aansluiten op pootje 13. Dus we moeten eigenlijk een tweede NeoPixels kring definiëren. Onze eerste heet de Pixels, zoals je hier ziet. En deze noemen we dan bijvoorbeeld Pixels 2. Heel erg vindingrijk van mij. Dat is een staafje van 8 NeoPixels aan elkaar. De NeoPixels pin is daar 13. En de rest blijft hetzelfde. Zo. En dan ga ik even zoeken naar waar ik die andere heb gezet. Ja, kijk, Pixels Begin. Dus daarin doe ik hetzelfde voor Pixels 2. Nu willen we dus graag zo'n pixeltje rood laten branden op dit punt, als we in de loop zitten. Als we zitten te wachten op het voetpedaal. Dus daar doen we dit. Pixels 2, set color van pixel 0, die zetten we op 255, 0, 0. Zodra we uit die loop zijn, gaat dus het programma lopen. Dus dan zeggen we, dan maken we hem bijvoorbeeld blauw. Was dit blauw? Zo. En aan het eind van de show, dus als we in die parameters zitten. Kijk, dat gebeurt hier. Even kijken hoor. Hier, parameters. Dat is een nieuwe void waar we dan terechtkomen. Daarin zetten we dan pixels 2. Nou, bijvoorbeeld op groen. Je kan het ook zo gek maken als je zelf wil. Je kan ook animaties maken met zo'n staafje pixels. Nou, ik hou het even simpel. Die parameters void, die functie, die is best ingewikkeld nog hoor. Maar die komt op een gegeven moment hier in een loop terecht, waar die nooit meer uitkomt. Ik zei ook al, je moet de GoStep uitzetten en aanzetten, anders gaat hij niet verder. Maar ja, met het voetpedaal willen we dat dus wel. Willen we andere functionaliteit. Dus daar zeggen we eigenlijk nu hierin, als we nog een keertje op het voetpedaal trappen, if analog read op A1, als die eigenlijk 0 wordt, nee, dit werkt niet. Dit is niet trefzeker. Als we namelijk geen voetpedaal aansluiten, dan zou die ook wel eens 0 kunnen zijn. En dan knal je gelijk uit die functie. Dat willen we niet. Dus eigenlijk moeten we, voordat we in deze loop komen, moeten we weten of er überhaupt een pedaal aangesloten is. Eigenlijk moeten we dat in de setup al even uitvinden. Dus ik maak helemaal bovenin een nieuwe variabele. Even kijken hoor, hier ook boolean. Foot pedal is vals. En dan ga ik even in de setup uitvinden of ik een voetpedaal aangesloten heb. Dus hier, nou bijvoorbeeld hier, if analog read A1 groter dan 1000, dan zeggen we foot pedal is true. Zo. Dus terug naar mijn parameters, void parameters. Daarom zeggen we nu hier ook if foot pedal. Dus als het pedaal aangesloten is, and analog read kleiner dan 1000. Ja. Dan willen we eigenlijk de loop uitbreken. Break. Ik bedoel natuurlijk return kunnen we gewoon doen. Dan knallen we uit de parameters met return. Komen op dit punt terecht. Zijn we aan het einde van de loop. Dan gaan we dus weer naar de bovenkant van de loop. En dan komen we hier weer. Wordt de pixel wordt weer rood.
Oh, ik ben het vergeten. Pixels 2. Hallo. Show, anders werkt het natuurlijk niet. Suffert. Zo. En dan daar nog eentje. Zo. En ik heb hier ook een typfout gemaakt. Armlogriet A1 moet ik wel doen natuurlijk. Er zat toch nog een klein foutje in. Ik zal het even laten zien. Het was heel simpel. In die parameters functie zeggen we dus als het voetpedaal is aangesloten en je drukt hem ook nog in. Hè, dan is dus die waarde van armlogriet op A1 kleiner dan 1000. Dan moet je nog wel even wachten totdat je die knop weer loslaat. Dus ik zeg hier, zolang die kleiner is dan 1000, dus zolang het schakelaar is ingedrukt, doen we niks. Wachten we gewoon 10 milliseconden. Net zolang totdat jij weer je voet van het pedaal afhaalt, dan wachten we nog 100 milliseconden ter ontdendering. En dan beschouwen we terug naar de functie. Anders, als je dat vergeet, dit was ik dus vergeten, hè, dit, het wachten tot je weer loslaat, gaat die hier naartoe, gaat die gelijk terug weer de loop in. En dan ben je hier. While analog read is groter dan 1000. Als je dan nog steeds dat knopje hebt ingedrukt, en dit gebeurt in een fractie van een seconde, dan knalt die dus gelijk weer door en dan gaat het programma nog een keertje af. En dat wilde ik niet. Nou, ik zal nu even laten zien dat het echt werkt. Nou, hier staat de Ghost Trap. Ik zet hem aan. Dan wordt het lampje op mijn voetpedaal rood. En rood betekent dat je kan drukken, dan gaat de actie beginnen. Dan wordt hij blauw. En als dit knipperen klaar is, dan zijn we hier dus in het parametermenu, weet je nog? Zie je, kan ik zo aan die parameter draaien. En mijn lampje is groen. Druk ik nog een keertje, dan verlaat ik dus het parametermenu en het lampje is weer rood. En dan weten we dus, we staan weer bovenaan de loop en we kunnen weer drukken voor het volgende spook. Ik wilde eigenlijk een hele korte video maken over de mogelijkheden van zo'n voetpedaal, maar dat is een beetje mislukt. Nou, ik hoop toch dat je het leerzaam vond. Ik zeg bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.